Ja, Tom, ik hoor een diepe zucht. Welk gevoel overheerst er? Nou ja, altijd teleurstellend als je een wedstrijd verliest. Maar goed, je speelt tegen een fantastische ploeg. Dus als je dan 2-0 verliest en deze wedstrijd op de mat legt, denk ik dat we niet ontevreden mogen zijn. Nee, ik denk dat je zelfs trots kan zijn. Nou, dat is ook zo. Alleen als je dan net van het veld af kan bouwen, je gewoon sowieso dat je verliest. Maar ja, we hebben toch wat mogelijkheden gehad en mogen we tevreden zijn daarover inderdaad. Kan je voorstellen dat supporters vanaf de zijlijn denken van die inzet en die strijd die we hier zien, waarom kan dat niet elke week? Heb jij daar een verklaring voor? Nou ja, kijk, dat mag niet. Die verklaring heb ik niet. We zijn geen robots, maar ik ben helemaal met je eens en met de supporters eens dat je, als je elke wedstrijd zo speelt, dat je dan tegen Emmen, bij wijze van spreken, er niet 3-0 afgaat. Dus dat begrijp ik. Maar als ik daar een verklaring voor had, dan was ik zelf ook vandaag al trainer geworden. Ja, dus dan moet het wel vertrouwen geven in ieder geval als je deze wedstrijd uitkomt naar de volgende wedstrijden. Ja, tuurlijk. Dit geeft altijd vertrouwen. Als je tegen zo'n ploeg goed kan spelen en strijd van maken, dan kunnen we verder in de Eredivisie. Kunnen we iedereen punten pakken, denk ik.